Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Ja, ja, we hebben de krabbel is in die zin nog niet gezet, maar we zijn erover uit dat we nog in ieder geval minstens nog een jaar met elkaar doorgaan. Ik denk dat ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Wat dan belangrijk voor mij is dat de jongens dat ook willen. Nou, dat signaal kwam ook al vrij snel vanuit de groep. Maar ook dat de club daarachter staat. Nou, volgens mij, dat is ook gewoon het geval. Dat hebben ze ook mooi uitgesproken en dat voel je ook wel. Ja, dan moet je gewoon heel blij zijn met wat je hebt. En dat ben ik. En ook, we hebben het ook kijken naar het eerst, maar de hele club, de mensen eromheen, gezellig. De faciliteiten zijn hartstikke goed. We zitten nu in het 100-jarig bestaan. Ik bedoel, daar pik je hier nou ook wat feestjes mee. Dus ook dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en dat valt me op. Daar ben je er ook bij en daar zit er tussen. Vind je dat belangrijk? Ja, zeker. Eén, richting de jongens. Weet je, op een gegeven moment hoeft het ook niet altijd over voetbal te gaan. Maar door met jongens ook gewoon te praten en een beetje te ouwehoeren, geven ze ook individuele aandacht. En ben je ook wat meer in verbinding. Want anders dan ben je maar de trainer. En dat is hartstikke leuk en aardig, maar door wat meer voor elkaar open te staan en te weten hoe je in het leven staat of hoe je in het voetbal staat, ja, dat brengt je toch net weer even wat verder. Misschien dat ze op een gegeven moment dan toch denken van, we lopen even een stapje extra. Of gewoon dat teamgevoel ook iets nadrukkelijker naar voren laten komen. En maar ook richting de club. Denk ik, zichtbaar zijn. Een paar standaard dingen kan al zoveel opleveren door wel even naar de algemene ledenvergadering te gaan. Bij de nieuwjaarsborrel eventjes of bij de nieuwjaarsreceptie gewoon wel als voltallige selectie aanwezig te zijn. Dat is ook het minste wat je kan doen voor de club en de vrijwilligers. Daar laat je in daden zien dat je waardering hebt voor de mensen die dat doen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja, realiseer je wel, dat is eigenlijk wel historisch groot, hè? 100 jaar, sneurscompetitie. Ja, zo had ik er nog niet eens bij stilgestaan. Maar natuurlijk, ik wist al van eerste club voor jou? Ja, 100 jaar bestaan. Ja. Ik denk van, nou ja, natuurlijk, dat is hartstikke mooi. Naar zaterdag, ja, en als je dan kijkt naar als dat alles buikomt, dat best wel een speciaal jaar zou kunnen zijn. Ja. En we hebben in die zin ook alles nog in eigen hand. Ik zeg niet dat maar dat is niet, dat hoop ik net vertellen, dat we degraderen gaan. Nee. 3-4 wedstrijden winnen, ben je het dan? Ja, ik denk dat als wij 4 wedstrijden winnen, 5 wedstrijden winnen, dat je een heel eind bent. Maar toch, aan de andere kant vlak ook andere clubs niet uit. Er staan hele gerenommeerde clubs staan onder ons. En die kunnen zeker goed voetballen. Dus nogmaals, het ligt hartstikke dicht bij elkaar. Maar als wij door blijven gaan, als wij daarin willen blijven leveren, de energie leveren die we hebben, daarbij ook de sfeer goed houden, ook als het een keer tegen zit, ja, dan willen we op deze voet verder gaan. En dan zou het heel mooi zijn als we gewoon mee kunnen doen, gewoon door lekker te voetballen en dat we niet naar onder hoeven te kijken. Dat, nee. zou heel fijn zijn en daar gaan we ook voor. En in het jubileum hier mooie best, en dat is een beetje beschermd vind ik, maar een trotse trainer staan. Ja, nee, maar ik ben ook zeker trots. Alleen uiteindelijk vind ik wel altijd dat je niet moet vergeten. We moeten normaal blijven doen, hard blijven werken, want daar kan het wel eens een keer tegen zitten. Maar ook dan zul je punten pakken en ook dan blijf je daar gewoon goed met z'n allen in omgaan.